Ja, oké. Okay. Ik ga zo in het 8 uur journaal iets vertellen over de EU en het voorzitterschap van Nederland. Daar kijken zo meteen denk ik 2 miljoen mensen. Eén daarvan, hier in de buurt, gaat wel heel goed opletten op wat er precies gezegd wordt. Hoe belangrijk is dat voorzitterschap nou voor Nederland geweest? Nou, om te beginnen moet je het belang van het voorzitterschap toch wel relativeren. De Rijksvoorlichtingsdienst schrijft het woordelijk mee, het politieke nieuws op radio en tv. Zo blijft iedereen in kabinetskringen op de hoogte. Rutte bijvoorbeeld leest alles terug van de politieke duiders. Maar wat doet de rest met die teksten? Die lees ik soms, niet iedere dag. Om even precies te weten wat er nu gezegd is. Doe je er iets mee? Ja, je leest ze. Ik lees gewoon via de iPad alles wat jullie produceren. Dus er blijven problemen genoeg waar Nederland echt niets aan heeft kunnen veranderen. Ron, dankjewel. En 's nachts gaat het hier ook gewoon door. En daarvoor hebben ze dit. Een bed voor als het rustig is in de wereld. Maar bijvoorbeeld bij de aanslag in Nice of de coupoging in Turkije bleef het natuurlijk onbeslapen.